van deze verhaal en welkom weer in een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag laat ik jullie zien hoe ik mijn video's edit. En dat gaat via PlayStation. En nog specifieker Share Factory. Ja, ik zal het jullie nu gelijk uitleggen. Je downloadt de Share Factory applicatie op de PlayStation. Sterker nog, je opent hem. En dan kun je kiezen uit allerlei tapjes. Je kunt nieuwe video's maken, je kunt die video's bewerken, foto's bewerken, je kunt die gifjes maken, je kunt sociale dingen doen en je kunt dingen importeren van een USB-stick, wat bij mij niet echt werkt. Maar wij gaan vandaag een video editen. Oké, dus het werkt zo, je kiest hier gewoon een thema. Ik deed altijd het thema horror, maar nu gebruik ik thema info infomercial. Dan ga je verder. Of eigenlijk, ik nog niet. Ik doe altijd dan Stranger Clippers met auto. Moet je wel een video selecteren. Nou, hier. Wil die wil bewerken. Project starten. Oh, nee. Een intro moet ik er ook nog in zetten. Die. En dan die. En dan trouwens, zo. Hou de projectnaam gewoon hoe die op het begin al is, dus. Dit dan, doe de video. Doe je gewoon een Shout and Farm Simulator. Hier staat in de trein van Farm Simulator. Waarmee ik ooit een soort van prank heb uitgehaald op jullie. En dit is de mislukte versie van deze video. Zoals jullie waarschijnlijk wel altijd willen weten, heb ik muziek bij mijn. Bij mijn intro. En dat is voor mij Taking Over. Ja, dat is Taking Over. Dit muziekje. En dan splits ik hier de muziek. Hier splitsen. Kijk dan, splitsen. Dan zie je dan, het is gesplitst. En dan kun je het hier weghalen. Heel simpel. Easy as fuck. Ja, sorry dat ik het zeg, maar. Dan kun je dan meer muziek toevoegen. Ja. En kijk trouwens, de auto zit hier al automatisch. Zo. Deze video gaat trouwens niet online komen. En dan als ik wil knippen, dan wat ik dan doe is hoe gaat het ook weer? Clips splitsen. Dan wil ik bijvoorbeeld van 1 minuut 2 naar 1 minuut 13 splitsen of knippen. Dan splits je dat. Splitsen. Dan verwijder je dat.
Ik ben niet echt aanspreekbaar. Ja, nou is het iets anders. Als je een timeless wilt maken, moet je ook een clip splitsen. Zo, moet je splitsen, maar dan niet verwijderen. Moet je tijd aanpassen. Dan kun je kiezen alsof je keer 2 gaat, keer 4 of keer 8. Of dat hij juist langzaam gaat. Ja, je kunt hier bijvoorbeeld dan keer 4 doen. Maar dat kun je niet gelijk zien, dan is het heel erg. Ja, ik ben niet echt aanspreekbaar. Ja, dat hoor je dan ook. Maar ja, zo maak je dus mijn video's. Even kort uitleg. Maar ja, kijk. Trouwens, dan vind je het natuurlijk ook leuk als daar dan muziek onder staat. Maar dan zet je daar ook gewoon muziek onder. En dan zul je vragen, je hebt ook af en toe van die stickers in beeld. Dat klopt. Of plaatjes gewoon, dat noem je stickers. Nou, bijvoorbeeld, nou hier heb ik voor 5 seconden een spons. Dan kies ik waar ik die neer wil zetten. Wil ik die daar neer zetten? Wil ik die zo hebben? Wil ik die zo hebben? Wil ik die op een kop hebben? Oké, okay, hier een spons. Weet je wel waarvoor je een spons in beeld zou hebben? Of wat ik wel eens in beeld heb is... De duim omhoog en duim naar beneden. Level up heb ik wel eens in gehad. Wat is dit? Blenders. Zie je, wanneer heb je blenders in? Heb je ook van deze leuke hoofdjes? Kijk, hier. Subscribe. In de like. Zo. Gezondheid ik. Nee, die wil ik. Oh. Nou, laat maar. En dan. Ja, is dit video. Dat is een video die wij dus samen hebben in elkaar. Vond je deze video wel leuk? Knal zeker even een like erop. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Mocht je dat niet gedaan hebben, zeg ik weer like en abonneer voor meer. Yo!